rijdt voorbij. Al rond nooit 1000 meter diep. Kai, we staan in Open Hero. Ik heb begrepen dat jullie net met de ploeg in de taxi, uit de taxi zijn gekomen. En sneeuwballen volgens mij door de taxi vlogen. En volgens mij, dat mag in Japan. Ja, mag in Nederland ook niet. Het is niet sociaal, nee. Dus je moet je een beetje verontschuldigen. Ja, ik moet me verontschuldigen, ja. Wat ga ik nu even doen? Wat ga je even doen? Oh, Yuki Domo. Kom in mijn feit. Het is een Yuki, kom in mijn feit. Hoi. Hoi. Konnichiwa. 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 Nou zei jij volgens mij iets in het Japans, maar dat heb je gewoon verzonnen. Nee, dat heb ik niet verzonnen. Nee, het is gewoon makkelijk Japans. Ja. Voor jou makkelijk Japans? Ja, voor mij is het zo makkelijk. Ja. Ja, want er zit een verhaal aan jou eigenlijk, qua Japan. Maar mijn moeder is Japans. Dus ik ben half Japans en ik spreek ook met mijn moeder Japans. Ben je vaak in Japan geweest of niet? Ja, ik ben al redelijk vaak geweest. Ja. Normaal gesproken ging ik 1 keer per jaar, ging gewoon zomers ging naar Japan. En ik ben al een stuk of 10 keer naar Japan geweest. Ja. Dus als jij hier komt schaatsen, is dat heel bijzonder? Ja, het is voor het eerst dat ik ook echt op een 400 meter baan in Japan rijd. Dus het voelt wel een beetje als thuis, dus ik vind het wel... Ja, ik vind het wel erg bijzonder, ja. En mijn Japanse familie komt kijken. Dat is ook wel leuk. Ja. Hoi Kai, ik zie je tijdens het toernooi steeds meer naar je Japanse vrienden toetrekken. Ja, nee, die zie ik niet zo vaak. Nee, dus zoveel mogelijk praten met ze. En je hebt waarschijnlijk, je bent geïnspireerd door mijn snelheid, want wat een 1500 meter reed jij, joh. Ja, ik begon al iets te hard, maar ik heb een PR gereden, dus daar ben ik gewoon super blij mee. Maar het eerste World Junior en medaille toeretten. ソチオリンピックあと2年で、オランダ人から勝てるのかまだ分かりません。はい、まだ分かりません。